Ik zie mijzelf vooral als een muzikant. En ik maak natuurlijk gebruik van taal. Maar ik ben toch vooral, als je zo'n voorstelling bekijkt, dan is het helemaal gemonteerd op muziek. Brood gesmeerd, kleren gekeerd, melk geklopt. Zelfs de stilte is in de mate, bij wijze van spreken. En er is ook eerst de muziek en dan pas komt de rest. De taal, de beweging en dergelijke. En je ziet ook aan de mensen, het publiek dat wij hebben, dat zijn mensen die voornamelijk ook daarvoor komen. Voor de muziek en de songs. En al dat andere is een soort surplus.